ruimte waar wij kunnen repeteren met, voor muziek of voor toneel, waar wij vergaderingen kunnen houden, waar wij ook echt kunnen uitgaan. En dit is in feite de ideale plek om een vijf te organiseren, maar ook om te repeteren met uw band. Jongeren willen recreatieruimte, een plaats waar ze zich kunnen amuseren. Ja, daarom is dat ook hier een zeer goede locatie. Dit kan geen overlast bezorgen aan de buurtbewoners, want het ligt ver genoeg van iedereen af. Als Vilvoortse jongere vind ik het nogal spijtig dat je in je eigen stad niet echt uit kunt gaan. Het zou het karakter van Vilvoorde als centrumstad verbeteren. Wij stellen voor om deze leegstaande loods hier aan de Houtkaai, het centrum van de kanaalzone, te gebruiken voor iets dat eigenlijk iedereen vraagt. Recreatieruimte, fuifzaal, een goede sportaccommodatie. Deze locatie die eigenlijk past in de Hanse reconversie van de kanaalzone in Vilvoorde, deze staat momenteel leeg. Het zou dus ideaal zijn om daar een totaal andere functie en een totaal andere bestemming aan te geven. Het is ook schitterend gelegen, het is goed bereikbaar. Er is parking. En wij als CD&V, wij willen gezonde stadsfinanciën en tegelijk ook investeren in de jeugd. En daarom is dit gewoon de perfecte locatie. Een locatie die we in overleg met de jongeren, in overleg met de jeugdverenigingen, verder willen uitwerken. Door hier altijd rond te wandelen hebben we dat natuurlijk altijd gezien. Je stapt hier altijd voorbij, je kunt hier mooie wandelingen doen. En dan vraag je, ja, wat wordt er mee gedaan of wat komt er in de toekomst? Ik zie niet dat hier zou het probleem zijn. Waarom zou het probleem zijn als er een school is waar toch alle dagen kinderen spelen en doen?